Trekplezier. Ja. Gaat je dat? Moet blijven praten. Super schattig. Nou, ik ga even meal preppen voor morgen de vlucht. Ik ben 2 eitjes aan het koken. Nee, dit is geen ei. Dit is zo'n muziekei wat je mij vertelt wanneer de eitjes klaar zijn. We gaan op Schiphol. Dus we gaan even een stukje vliegen. Best wel zin om te vliegen, moet ik zeggen. Zo niet chic dit. Door de regen. Ja. Ik vind dat wel limousineservice verdienen. Ja, dit vind ik echt typisch Chinees bruggetje, mag ik dat zeggen. Ze zitten wel onder elkaar te smoezelen. De buitenlanders zitten met rare dingen te eten. Dat wil ik ze net zeggen. Een hele goedemorgen bij deze nieuwe wekenvlog trouwens. Het is zaterdagochtend. De wekker hing nog om 9 uur, want ik had om 10 uur, tussen 9:30, met een vriendinnetje afgesproken om te gaan spinnen. Weet je wel, indoor op een fiets. Schijt zeker aan fietsen, maar achteraf vind ik het altijd lekker. Dus dat gaan we doen. In deze weekvlog, vandaag eigenlijk helemaal niks op de planning lekker. Morgen ben ik de hele dag in Valkenswaard voor een fotoshoot, wat echt super exciting is. Als je me op Instagram volgt, ga je dat allemaal zien. Dan zien we mijn zusje en mijn vriend weer. Dinsdag doe ik een op- en neertje naar Toulouse. Woensdag heb ik een personal training. En donderdag en vrijdag zitten wij in Beijing in China. Dus een super leuke weekvlog hopelijk. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik ga beginnen met spinning. Yay! Mijn haar zit er zo geweldig leuk goed. Wat zeg je? Dat mijn haren leuk zitten. Hoe is het met jouw haren? Okay. Oh, weet je, we kunnen nu wel eens eventjes dat filmpje opnemen. Dat is heel leuk. Maar welk filmpje? Ja, dat zal ik je laten zien. Oh, maar goed, ik wilde eigenlijk even de vloggers aan het exporteren. Ja, exporteren. En dan, ik wilde even een plastic zak aanpakken, want ik moet outfits meenemen voor morgen de fotoshoot. Oh. Dus ik moet even kiezen wat ik... Helpen. Jij mag helpen. Nou, wij komen dan op andere dingen uit als dat jij denkt. Oké, okay. Maar ik moet even een plastic zak pakken. Dat hoef je niet mee te doen hoor. Ja, dat is leuk. Ik ga mee. Zij gaan mee een plastic zak pakken. Wij gaan door de keuken. Oh, mijn armen. Oh, aanstellen. En dan gaan we naar de garage. Ik heb vanochtend ook al gespend, ja. Ja, dat vind ik al heel goed bezig. Oh, donker. Hoe groot de zak moet het zijn? Ja, ik denk een Big Chopper. Dat ja, die Disney zak, die is leuk. Die ja, maar daar zitten allemaal tekens in. Nee, die leg je er vanaf. Die leg je op de trap. Oh, dan moet je bukken. Ja. Ja. Kijk. En dan kieper je hem even op. En dan heb je dat mooi. Dan komt er in de zak. Dus nu in. Jee. Want ik moet... Morgen is dus fotoshoot, de hele dag, in Valkenswaard. Ik moet daar morgen om 9:45 zijn. En dan gaan we eerst langs een kapsalon waar de haren gedaan worden. En dan doe ik Meertje weer mijn make-up. En dan gaan we naar de fotostudio. Maar ik moet dus zelf, zeg maar, outfits uitkiezen. Zaten er nog regels aan die outfits? Nee. Ik heb zelf een beetje door moeten geven wat voor poses ik wil hebben. En wat voor stijl ik dingen wilde hebben. Zodat de fotograaf wel rekening kon houden met de achtergrond en zo. Oh, fijn. Dus ik ga nou even eerst douchen. Ja, en dan de vlog even naar YouTube zetten. En dan ga ik outfits uitkiezen. Pujol zit me echt aan te kijken van mens, waar ben je toch druk? Nou, ik heb net 2 TikToks opgenomen. Vandaar dat ik nu ook make-up heb. Daarom ga ik ook live op TikTok. En ik ben nu even aan het... meal preppen, want ik ben morgen natuurlijk de hele dag op stap, of ja, weg, want ik heb die fotoshoot. Dus ik dacht, ik ga even eten maken voor morgen. Toen zag ik ineens dat ik deze proteïnepannenkoeken van Clean Nutrition nog had. De mix daarvoor, dus ik dacht, dat is natuurlijk wel lekker voor morgen. Als ik de hele dag op pad ben, dus dat ben ik nu aan het maken. Jee.
Koken vind ik niet zo leuk. Kan ik soms ook niet zo goed. Maar proteïnepannenkoek maken, daar ben ik echt gespecialiseerd in. Echt, voorheen maakte ik deze zoveel. En ik zie ze nu en denk, oh, looks nice. Oké, ik heb zojuist ingepakt voor de fotoshoot. Want ik moet zelf dus, zoals ik al zei, outfits meenemen. Ik wil een sportfoto maken, dat sowieso. Dus ik heb een sportoutfit bij me. Ik heb mijn snuddy bij me en mijn draaksloffen bij me. En een Mickey Mouse bij me, omdat ik ook een foto, zeg maar, als zijnde, zoals jullie mij kennen, ik wil maken. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk. En ik heb wat verschillende outfits bij me. Een wat nettere outfit, zeg maar. Een wat... Zoals ik het er in het echt leven als ik normale kleding aan heb. Wat ook nooit gebeurt. Normaal draag ik sportkleding eigenlijk op mijn uniform. Ik heb erover nagedacht om mijn uniform mee te nemen om mooie foto's te maken. Maar ik dacht, nee, dat gaan we maar niet doen. En ik heb net even een setup gemaakt. Want we gaan dadelijk live op TikTok. De zaterdagavond. Dus ik dacht, ik heb niks te doen. Dan is live komen of het wel gezellig. En dat is alweer een tijdje geleden. Dus dat is eigenlijk de planning nog voor vanavond. Nou, wij zijn net gezellig live geweest op TikTok. Dankjewel voor de mensen die daarbij waren. Mijn haar zit heel charmant. Ik heb nou nog even... Want ik heb zeg maar zo'n app waarin ik alles bijhoud wat ik eet. En ik heb vanochtend natuurlijk gespind. En daarmee verbrand je behoorlijk wat. Ik heb ook weer gewandeld vandaag. Dus ik keek net in mijn app. Het is onderhand al 9 uur. En ik moet nog maar 1200 calorieën eten. Ja, dat gaat me echt niet meer lukken. Dus ik heb even een flinke bak skeerkwark met banaan en een stukje Tony Chocoloni caramel zeezout er doorheen. Ja, het is wel 400 calorieën, maar ja, ik moet er eigenlijk dan officieel nog 800 eten. Ja, dat lukt me echt niet. Is goed. Het is nou zo dat ik dus deze week alles bij moet houden wat ik eet. En dan gaan we volgende week echt een eetschema maken aan de hand van wat ik nu al eet. Om te kijken, oké, wat kan er anders? Wat moet je vervangen? Dat soort dingen. Maar ze willen dus eerst kijken hoe ik zelf gezond eten zie. Zeg maar, dat. Een hele goede zondagmorgen en welkom op de zondag. Ik ben er vroeg uitgegaan vanochtend, namelijk 7 uur. Het is momenteel 8 uur. Want ik heb vandaag een fotoshoot in Volkswaard. Daar moet ik om half tien zijn. En het is natuurlijk wel even een uurtje rijden naar mij. Dus ik moest er een beetje vooruit omdat ik nog moest meal preppen. Want ik moet natuurlijk eten zelf meenemen, want ik mag niks graags verder eten. Dus dat heb ik vanochtend even gedaan. Ik heb ook even ontbijt gemaakt. Die appeltjes en kwark gewoon, die mag ik gewoon lekker eten. Het scheelt heel erg veel. En ik moet nou nog even mijn supplementen nemen. En ik heb gisteren trouwens op MyProtein. Jullie weten allemaal dat ik deze gebruik. De IsoClear van ISM. Deze, zo'n pot is vrij kostbaar. En deze is weer bijna op, dus ik moet weer een nieuwe hebben. Want ik merk dat ik door deze heel makkelijk aan mijn proteïne, mijn eiwit inname kom per dag. Dus dat helpt mij. Maar ja, als je dit dus veel gebruikt, ga je er ook snel doorheen. Het is vrij kostbaar. Dus ik zat gisteren op internet een beetje te zoeken van, zijn er alternatieven? En toen kwam ik dus uit bij MyProtein. En die hadden ook nog, hadden iets van 20%, 25% korting gisteren. Dus daar heb ik 3 van deze potten besteld voor waar je normaal 1,5 pot van deze van hebt, zeg maar. Dus dat is heel chill. Allemaal nieuwe smaken. Ook peach iced tea, die heb ik ook besteld. Volgens mij ook iets van dragon fruit. En de lolly variant, zeg maar. Je hebt van die lollies, die chips. Nou, vul het in. Daar heb je ook dus een clear way isolate van. Die heb ik ook besteld. Dus daar ga ik even wachten totdat die binnenkomen. Waarom ik jullie nou hier naartoe ga verplaatsen, weet ik eigenlijk niet. Ik ben er niet helemaal welkom meer. Maar goed. Fotoshoot tijd vandaag. Ik ben in ieder geval heel benieuwd en jullie gaan natuurlijk mee. Dus. Nou, ik zit in de auto. Ik ga richting Valkenswaard rijden. Het is 50 minuten rijden. Het is 9:30, dus dan ben ik er om 9:30, zeg maar. Alles bij elkaar. Ja. Ik heb er echt zin in. Dat lijkt misschien nu niet zo, omdat ik nog een beetje moe ben. Ik ben een beetje slaapdronken. Maar dat komt wel. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe de foto's eruit komen te zien. Let's do it. Let's go. Ik heb heel braaf al mijn maaltijden bij me. Ja, let's do it. Nou, inmiddels ben ik in Valkenswaard, maar lig ik eventjes met mijn auto aan de lader. Er zat namelijk nog maar 80 kilometer in en ik dacht, ik ben 1/2 uur te vroeg. Ik had hem 15:15 afgesproken. Het is net 20:20, ik lig al 20 minuten aan de lader. Dus ik dacht, ik ga even tot 9:30 aan de lader liggen. Dan is hij in ieder geval weer iets opgeladen voor de terugweg. En dan vertaal ik op de terugweg minder lang in de lader te liggen.
En rijd dan door naar het adres waar ik moet zijn. We gaan dus eerst naar een kapsalon toe. Want onze, mijn haren worden in dit geval ook gedaan. En daar doe ik meer te ook mijn make-up als het goed is. En gaan we daarna naar de fotostudio voor de rest. Voor de foto's en zo. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En vooral ook hoe de foto's eruit komen te zien. I'm really excited. Jan Pieter. Nee. Ja, we zullen toch in de Nederlandse namen doorgaan. Ik weet het echt niet meer. Echt heel erg. Ik moet heel erg doorheen praten, want anders copyright. Maar mijn haar is al deels gedaan. Kan hem ook even gewoon op pauze zetten? Oh, ja. Misschien wel. Nou, dat constant blijven praten, zo van. Zo van jou. Niet copyright. Maar zeker Emanuelle, ze is echt super getalenteerd met haar. Echt niet normaal. Dat is ook krullenkapper, hè? Echt? Ja. Oh, nice. Dat wist ik helemaal niet. Maar mijn haar is dus helemaal... Weet je wat dus grappig is eigenlijk? Als ik mijn haar natuurlijk echt zou laten, zou het er ook ongeveer zo uitzien. Echt? Dat is toch super cool. Ja, maar ik vind dat irritant. Maar ze is nu dus een spray halen, omdat ik natuurlijk uitgegooid heb. Zo lief. Echt super lief dat ze dat voor ons wil doen allemaal. Nog ik zit hier ook echt heel braaf. Oh, ik schrik me helemaal de taartjes. Met mijn eitjes en mijn boterhammetjes. Ik voel me net alsof ik moet overblijven op school. Ja, ik had ooit, zat ik in groep 8 en toen moest ik 1 keer overblijven. Mm-hmm. En toen had ik... Oh, Abba denkt, ik ga nog meer door. Ja, toen had ik haverslag op mijn brood. Mm-hmm. En toen zei ik overblijfmoeder. Toen had ik zo nog in mijn mondhoek zitten, zeg maar. Mm-hmm. En toen zei die vrouw, oh, zal ik het even wegpoetsen? Ik denk, doe ze even normaal. Hoe oud ben je dan? 12? Ja. Ik heb nooit hoeven overblijven. Zeg maar, ik ging vroeger dus de middag altijd, omdat mama dan of papa dan thuis was, zeg maar, of opa en oma waren er. Gewoon naar huis toe. Maar op een gegeven moment hebben wij echt op onze knieën gezeten bij mama of we een keer mochten overblijven. Echt? Vond het verschrikkelijk. Vonden we stoer. Ik zit hier trouwens letterlijk in mijn sportbeer. Omdat ik zo dom was om een dikke trui aan te doen. Nee. Kijk, Mirtin die zat in mijn make-up doet, die heeft pas een toilet als waarvan je zegt, oh my god. En ik vind dit zo satisfying. Zij diepot dus alles. Dus als dat je alles uit de paletten haalt en een ander iets doet. Ik vind dit heel satisfying. Ik wil dit ook gewoon hebben. Maar krijg je deze gewoon, koop je die gewoon? Of heb je die, moet je die ook diepotten, zeg maar? Nee. Ook. Ook die minis? Ja. Ik die vind niet. Het, die niet? Nee. Dit doe je zelf? Ja. Oké. Okay. Kijk, ze heeft ook Laura Mercier poeder. Die wil ik ook nog steeds. MAC Pink Pot. Ik ga gewoon alles filmen, zodat ik... No to self. Wat zit hierin? Sponsjes. Sponsjes. Daar rechts zit ook foundation palletje. Rechts. Bij zakjes. Ja, daar. Oh, die. Ja. Ik ben echt heel benieuwd naar al dit spul. Wow. Oh, dat is ook een mooie kleur. Ja. Wow, dit is mijn favoriet. Soar. Echt heel vet. Die zijn wel mooi. Fresh. Deze? Ja. Oh ja, dat is niet Mac. Ja, dat is nog. Trick is hier. Ja. Red je dat? Ik moet blijven praten, maar... Oh, YouTube heeft even een look laten zien. Dit is de look. Echt heel gaaf. Beetje bronzy, vampy. Ik ben heel benieuwd hoe dit uitkomt te zien. Ze noemen het een halo eye. Is het ook echt zo? Ja. Halo eye. Nou, in de dag ligt de look voor de fotoshoot. Er worden dadelijk wel nog finishing touches en de lippen moeten natuurlijk nog gedaan worden. En dan zijn we er. We gaan nu naar de foto's. We gaan eerst even kleding ophalen. Die ligt nog bij Mirtha thuis. En dan gaan we naar de fotostudio. Jee. Beetje je kin weer. Ja. Super schattig. Oh.
Ja. It looks amazing. Ja, hij kijkt heel boos. Ik ben ook boos. Oh, wat lief. Nou, we zijn helemaal klaar met de fotoshoot. Ik heb niet heel veel laten zien, omdat de foto's natuurlijk een verrassing moeten blijven. En omdat het best wel hectisch was, omdat we een beetje haast moesten maken. Want we liepen wat uit. Ik heb een standaard auto aan de lader hier gelegd in Valkenswaard. En ik ga nu lekker met Mirtha nog uit eten gezellig. Dus dat gaan we even doen. Nou, inmiddels ben ik weer heerlijk thuis en super leuk op mijn hele lange dag. Mijn make-up is ook niet meer wat het net was. Het was echt zo'n soort halo look. Nu is het meer dat je denkt, ben je in de sminkdoos gevallen? En mijn haren, oh my god, het zit zo mooi nu, maar je wil niet weten hoeveel erin zit. Maar ik heb een onwijs leuke dag gehad. Can't wait om jullie de foto's te laten zien. Die komen natuurlijk allemaal op Instagram online. Dus stay tuned for that. Ik ga nu lekker douchen, mijn haren wassen, deze make-up eraf halen. Want het plakt aan alle kanten. Ik heb gewoon in mijn snurrie naar huis gereden. En echt, ik zeg het jullie. Even licht aan doen. De leukste foto's die gemaakt zijn vandaag, zijn in mijn snurrie. Vind ik. Maar goed, hou Instagram in de gaten als je die foto's niet wil missen. Maar goed. Ik ga lekker in bad. Daar is het tijd voor. Nou, ik heb lekker gedoucht. Ben weer helemaal schoon. Dat voelt dan ook altijd zo lekker. Ik heb lekker Ior aan. En ik ga lekker naar bed toe. Want het is inmiddels volgens mij al 10 uur. Dus ik zie jullie morgen weer voor de maandag. Tot over een seconde. Een hele goede maandagmorgen vanuit de auto. Ik zit in de auto, want ik moet naar mijn nagelafspraak. Want mijn nagels worden vandaag weer bijgewerkt. Dus daar gaan we even heen. En daarna staat op de planning om te gaan sporten. En verder eigenlijk maar niks. Dus we gaan eerst even mijn nagels laten doen. Want de uitgroei is wel apparent. En de bovenkant is zeg maar eraf. En dat vind ik altijd irritant. Dus let's go! Nou, ik ben klaar bij de nagelsalon. Ik wilde eerst voor rood gaan, maar toen zag ik een roze kleurtje van. Ik dacht, oh cute. En roze mag ook zolang het neutral is. Nou, dit is lekker nude. Blij mee. Het is weer eens wat anders dan het rood. Ik heb altijd rood. Nou, ik kwam naar thuis en er was een hele grote zak. Werd er bezorgd van Shein. Want alle make-up die ik had besteld voor de video is binnen. En oh my god, wat zit dit allemaal goed verpakt. Moet je kijken. Alles zat echt in zo'n... piepschuim dingetjes dat allemaal niet beschadigd raakt. Maar ik ben zo benieuwd om dit te proberen. Sleutel opbreken. Maar ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind het... Het is natuurlijk SheGlam. En heel veel mensen op TikTok vielen er een beetje over. Maar SheGlam staat eigenlijk los van Shein. Want SheGlam koopt ze de schijner ook gewoon in de Sephora. Het is gewoon eigenlijk een op zichzelf staand merk. Wat ook wel via... Shein wordt verkocht. Dit is de highlighter. Ik ben echt zo benieuwd. Laat ik maar meteen een TikTok opnemen. Wat is dit? Eyeshadow. Nou, ik sta erover verbaasd hoe goed het is ingepakt, jongens. Wat is dit? Roll lip balm oil. Ik weet niet eens meer wat allemaal besteld. Zo erg is het. Want Shein duurt altijd even. Nou ja, het duurt altijd even. Een week. Binnen een week is het binnengekomen. Ik hou van pakketjes uitpakken. Wie is, dat voelt wel als kerst een beetje. Wat is dit? De setting spray. Ik ben echt zo, want heel veel van jullie op TikTok zeiden van, ik gebruik dit best wel veel. Deze kwasten set. Oh my god. Contour brush. Ik had ook een standaard voor mijn Apple koptelefoons besteld. Powder puffs. Dit was een gratis cadeau. Dit is een make-up towel. Waar je je make-up eraf mee afhaalt. Wat is dit? Dit is exciting. Het voelt als kerst. Even kijken. Oh ja, deze zag ik in een TikTok video. Toen zag ik hem op Shein. Toen dacht ik moet hem ook bestellen. Dit is een blush. Echt heel erg benieuwd.
dit is die koptelefoonstandaard. En ik denk dat dit... Ik wil mijn kamer een beetje opnieuw gaan organiseren. Want het is echt één grote troep met alle make-up en spullen en dingen. En weet ik nou nog. Dit is de standaard die ik had besteld. Die zal ze ook zo kijken. Geen idee. Dit is dus dat standaard ding wat ik had besteld. Ik dacht dat is qua organizing wel wat net al zeg maar dan alles los en laadjes flikkeren zeg maar. Dus die had ik besteld en dan ligt alle make-up hierin en dan kan ik vanmiddag of vanavond even een video opnemen. En ik heb al even mijn proteïne iced tea gemaakt en daarna ga ik lekker sporten. Dus dat staat er een beetje op de planning nog. Ik ben dus even flink deze kast aan het opruimen geweest en ik heb nou dit ervan gemaakt. Nu is dit echt alleen maar parfum en wel wat crempjes en setting spray zit echt nog een heel klein beetje in. Die kan eigenlijk nog wel hierbij. Maar dit is nu vooral eigenlijk parfum, body sprays, body crème, mijn lip scrubs en de Nimia crème. Er staat nog wel een fixing spray en een primer bij, maar voor nu is dit zeg maar parfum, sprays, body lotion dingen. En heb ik hier bovenop zeg maar mijn skincare neergezet. Zo grijp ik er ook sneller naar dan dat het daar in die la zit. Of in die lades moet ik eigenlijk zeggen. Bioma, Clear Recipe, Drunk Elephant, mijn Lash, slaapmasker, mijn L'Oreal spullen. En Briolize, deze is eigenlijk ook al leeg, maar ik heb het toch even staan. Mijn Nimia oogcrème, Charlotte Tilbury Ordinary en mijn Laneige lipspullen. En hier beneden heb ik wat make-up staan waar ik veel naar grijp. Dus ja, kwasten, lipsticks. I like this. I very much like this. Ik heb net ook al een video opgenomen met de make-up van Shein. Dus wil je die zien, dan moet je even naar TikTok gaan. En ik ben hier alvast een beetje... Nou ja, inpakken is een groot woord, zeg maar. Maar ik ga morgen natuurlijk vliegen. Een op- en neertje wel. Maar dan neem ik alleen mijn trolley mee. Dat vind ik het makkelijkste. Er kan natuurlijk eten in. Dat ga ik eigenlijk allemaal even maken. En boordschoenen, mijn bril, extra panty, schort, dat soort dingen. Dus we hebben het ook gedaan. Mijn haren nog een keertje gewassen, want er zat toch nog wat glitter in gisteren. Dus ja, goed bezig geweest. Nou, wij hebben net lekker avond gegeten. Heel veel van jullie willen recepten en dingen die ik dan eet met het nieuwe dieet, zeg maar. Ik noem het niet echt een dieet, omdat ik niet... Het is niet geen keto of geen koolhydraten eten of iets in die richting. Ik eet gewoon gezond. En wat mij heel erg helpt als tip, verspakketten. Vind ik echt top. Dus we hebben vanavond van de Albert Heijn die curry met ras gegeten. Super lekker. Heel veel proteïne omdat er kip doorheen zit. Goede carbs, want er zit rijst in, zitten goede vetten in. Dus dat heb ik gegeten vanavond. En ik ga nou nog proberen mijn 10.000 stappen te halen door ook even lekker te gaan wandelen. Ik heb al gesport vandaag. En dan ga ik dadelijk als ik thuis ben even al het eten voor morgen maken. Want ik moet morgen natuurlijk, ben ik de hele dag eigenlijk aan het vliegen. En op en neer, dus dat scheelt. En ik moet nog even mijn haren fixen. Die zijn nog gekruld. Maar ik ga even kijken of ik ze vanavond ga stylen. Of dat ik ze morgen vroeg zeg maar weer even nat maak in vlecht. Zoals ik ze normaal heb. Dus even kijken. Maar goed, ik ga nog even lekker wandelen. Nou, ik ga even meal preppen voor morgen de vlucht. Ik ben 2 eitjes aan het koken. Nee, dit is geen ei. Dit is zo'n muziekei wat je mij vertelt wanneer de eitjes klaar zijn. Dan heb ik een pan met olijfolie aanstaan, want ik ga ook proteïnepannenkoeken maken. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is 100 ml melk of water. Ik gebruik melk, vind ik fijner. En lekkerder trouwens ook. En ik gebruik deze proteïnepancakes, de natuurlijke variant van Clean Nutrition. 2 schepjes mixen en dan krijg je er 3 pannenkoeken uit. Dus... Nou, ik heb al mijn eten voor morgen in ieder geval klaar. Dus daar hoef ik me geen zorgen mee over te maken. Officieel zou ik even nog mijn haren moeten stylen. Maar ik denk, wat ik tegenwoordig gewoon fijn vind, is om ze dan nat te maken, in te vlechten en dan zeg maar zo te laten zitten. Dus dat ga ik morgen vroeg ook doen, heb ik besloten. Het enige wat ik nu dus wel aan het doen ben, is echt heel erg. Ik heb dus vandaag een Shein bestelling binnengekomen, dat hebben jullie gezien. En ik ben zo obsessed met die organizers die ik heb gekocht. Ik heb dus dat make-up ding gekocht en die
koptelefoon standaard. En ik wil een beetje wat weer aan mijn kamer gaan veranderen. Ik wil vooral iets georganiseerder met mijn Funko Pops omgaan. Dus heb ik meer ruimte voor andere dingen. Dus ik ben al even into Shein aan het duiken, zeg maar, wat er nog allemaal meer te krijgen valt. Ik heb al wat dingen gevonden. En zeg maar in mijn laadjes en kastjes van alles organiseren. Dus daar ben ik even naar aan het kijken. Oeps, maar ja. Soms duik je in zo'n gat. Maar goed, we gaan even verder kijken. Goedemorgen op deze dinsdagmorgen. Zoals je ziet, ik heb het uniform aan. Ik heb net ontbijt gemaakt. Lekker weer mijn appeltjes. Ik ga even ontbijten en dan ga ik richting de trein. Want ik vlieg vandaag een Europa op en neer. Super veel zin in. Toulouse gaan we heen. Super kort, super krachtig. 10:01 melden. En vanavond om 19:30 meld ik weer af volgens mij. Dus een kort dagje. Lekker. En dan ben ik vanavond wat later weer thuis. Morgen vrij. Morgen heb ik weer personal training. Zin in. En dan donderdag vliegen wij naar Beijing. Vlieg mijn mama naar Beijing. Maar goed, ik ga even ontbijten. En dan gaan we richting de trein. Ik heb nog 20 minuten. Ongeveer. We gaan op Schiphol. Dus we gaan even een stukje vliegen. Best wel zin om te vliegen, moet ik zeggen. Goedemorgen op deze woensdagmorgen. Ik ben gisteren vergeten de vlog uit te sluiten. Oeps. Ik ben teruggekomen van Toulouse op en neer. Een rustige vlucht, prima. Toen ben ik eigenlijk meteen gaan slapen. Want ik heb zo weer personal training. Over 2 uur. Dus ik ga even rusten. Ik heb me even omgekleed, sportkleding aan. Ik ga even ontbijten. En dan rustig die kant op rijden. Ik ben heel benieuwd. Ik weet nog niet zo goed wat ik vandaag wil trainen. Ik denk een push-up. Benen, daar ben ik niet klaar voor om te doen. Maar goed, we gaan het zien. Mama heeft zich gisteren een nieuwe ovenmagnetron gekocht. Hij is wel mooi. Ja, toch? Onze oude was echt kapot namelijk. Ja, anders koop je een nieuwe. Oh, dit vind ik altijd zo satisfying. Wil je dat een keer doen? Hier, kan je hem er weer op? Zo, doe maar. Zo, ik wil mijn kind graag satisfied houden. Nou, ik ben aangekomen bij de sportschool. Het is fluit weer, maar gelukkig is de sportschool binnen. Dus we gaan sporten. Let's do it. Ik ben weer terug van personal training. Ik ben weer thuis. Ik ga ook even boodschappen doen. Maar super chill getraind. Echt. Ik voel het weer enorm. Of ik morgen een trolley in het vliegtuig kan duwen. I'm not sure. Maar goed. Ik heb net ook te horen gekregen dat ik tussen de New York en de Las Vegas, daar past er nog een 3-om-3 in, dat ik naar Montreal ga. Super chill, want daar ben ik dus nog nooit geweest. Heel veel zin in. En ik heb dus met sportschool kunnen afspreken, super chill, want ik heb mijn, ik zeg wel heel veel super chill trouwens. Goed. Ik heb mijn sportschool hier in om de hoek afgezegd. Om meerdere redenen, dat maakt allemaal niet uit. Maar zij zeiden dus, weet je wat, kom gewoon lekker hier trainen. En dat vind ik zo chill. Ik vind het zo'n fijne sportschool. Jullie hebben allemaal gehoord hoe chill ik het vind. Maar goed, ik ga even boodschappen doen. Dus ik ben helemaal happy, helemaal blij. Want ik moet morgen natuurlijk in het vliegtuig wel eten hebben. Wat ik mag eten, want aan boord wil ik dus niet meer gaan snijden zoals ik normaal gesproken doe. Dus ik ga even naar de Albert Heijn eten halen, allemaal maken voor morgen. Want morgen gaan we dus naar Beijing toe. Super veel zin in ook, maar ja. Excited. Let's go. Nou, ik heb lekker gedoucht. Ik heb mijn snuddy weer aan. Even mijn pyjama broek aan. En ik ga eventjes beginnen met inpakken voor morgen. Morgen gaan we naar Beijing toe. Ik heb de grote koffer hier al liggen. Mam neemt zelf ook een koffer mee, dus ik moet het bakbeest mee nemen. We gaan morgen met de trein, dus dat vind ik altijd wel een beetje een dingetje. Hè? En wat natuurlijk meegaat is mijn nieuwe American Tourister rugzak. Maar die doe ik denk ik in mijn trolley. Die doe ik in mijn trolley. Ja. Dus we gaan even snel inpakken voor Beijing. Nou, ik heb mijn grote koffer bijna ingepakt. Ik ben nou alleen nog even al die supplementen die ik van Kabau heb, zeg maar.
En dat potje aan doen. Oké. Okay. Waar komt wat vandaan? Jij mist 10 en jij mist 10. Ik merkte dat potje echt, of dat doosje wat ik toen, dat heb ik volgens mij ooit in Boston gekocht bij de Marshalls of zo. Dus echt uitvinding. Ik vergeet nu dus nooit meer mijn supplementen te nemen. En ik was dus ook echt zo'n persoon. Ik weet niet hoe het met jullie zit. De pil bijvoorbeeld die ik... Ja, ik denk dat heel veel dames misschien wel de pil slikken. Ik weet niet of daar de enige in was. Maar ik vergat die dus heel veel. Nou, niet heel veel. Maar dan had ik wel eens zoiets van... Dat ik dan weer bij de strip kwam. Dan staan natuurlijk gewoon de dagen op. En dat ik dan een dag per ongeluk vergeten was. En dan maakt het verder van mijn doen niet uit. Want ik heb geen relatie of... Iets in die richting, als je snapt wat ik bedoel. Maar voor mijn ongesteldheid en voor mijn hormonen is dat natuurlijk niet helemaal goed. En ik merk echt nu ik dit ding gebruik. Ik doe mijn pil hier dus ook in. Top. Ik vergeet nooit meer mijn pil en ook de rest van de supplementen niet. Volgens mij had ik al laten zien wat ik allemaal gebruik. Vitamine vooral, magnesium, omega. Dat soort dingen. Dus ja, dat gaat in ieder geval goed. Het laatste wat ik nou nog even moet doen is mijn... make-up. En dat vinden jullie altijd leuk om te zien. Dus dat... Oh. Gaan we even gezellig samen doen. Want dit is wel satisfying altijd om even samen te zien. Even te beginnen met het eerste zakje. En dat is natuurlijk hair. Hier zit eigenlijk standaard alles al in. Ik moet alleen even een haarborstel erin gooien. Shampoo, conditioner, klemmen, bobbypins, elastiekjes. Hier doe ik niet zoveel mee, want deze zit altijd al vol. Dan gaan we naar stuff. Stuff. Hier zit dus skincare in, zeg maar. Even kijken, want ik heb... Zonnebrand hoef ik niet mee te nemen. Het wordt wel 20 graden in Beijing. Maar ik heb dus deze nieuw gekocht gisteren. Die van L'Oreal. Ik was even op Schiphol Plaza en toen liep ik langs het Ethos en dacht ik ook, neem hem even mee. Dus die ga ik bijvoorbeeld wel mee. Body lotion... Ga ik ook nog niet meenemen. Dat doe ik dadelijk weer als we naar Bonaire gaan, zeg maar. Dus hier zit nu in scheermesje, tandenborstel, tandpasta. Als je geïnteresseerd bent welke tandpasta gebruik je. Colgate vind ik het fijnste. Een extra paar lenzen. Even kijken. Die moet ik wel nog even pakken, want die vergeet ik dus altijd. Oké, lenzen. Ik heb in mijn lens trouwens min 3,25. Daar is heel veel vraag naar. Maar... en dan skincare. Ja, en dan is altijd de vraag, wat nemen we mee? Dus ik ga jullie even daar naartoe draaien. Ik heb mijn skincare dus tegenwoordig allemaal hier staan. En ik ben even aan het denken waar ik zin in heb. Ik neem sowieso een cleanser mee. En ik heb dus nu deze ook van L'Oreal. Normaal gebruikte ik die oranje. Maar ik denk dat ik nou een keer de groene meeneem. Dan inderdaad dat die zonnebrand. Want als het 20 graden wordt op de muur. We gaan natuurlijk de hele dag naar de muur toe. En de zon schijnt. Dan wil ik wel zonnebrand voor mijn gezicht gebruiken. Mijn Nimia stick gaat mee. Mijn embryolyse crème gaat mee. En ik denk dat ik de spullen van The Ordinary meeneem. Het serum. En dit is het lash serum, zeg maar, om mijn wimpers weer iets te laten groeien. Ik merk namelijk nadat ik wimperextensie heb gehad, dat mijn wimpers een beetje ieuw zijn, zeg maar. Deze keer laat ik deze weer even staan. Hij is nu bijna op. Vandaar dat ik hem even laat staan, want dan neem ik een volgende reis naar Bonaire naar de zon weer mee. En dan ga ik even kijken. Ik heb 2 Laneige lipmaskers. Maar ik denk dat ik even ga voor deze plumping balm van de Glow Recipe. Die vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. En het liefste zou ik ook nog mijn Laneige slaapmasker meenemen. Maar die past niet. Dus die laat ik voor nu even hier. Ik heb trouwens spierpijn. Dat is echt niet normaal. Ik heb upper body getraind vandaag. Ik heb dus een nieuwe workout split gekregen. Van mijn personal trainer. 2 keer per week. Benen, 1 keer upper en 1 keer de achterkant van mijn lichaam. Dus dat krijgen jullie nog allemaal te zien en te horen. Maar dit was dus skincare. En dan ben ik even aan het denken of ik alles heb. Nee, Ariane, parfum. Oh jongens, er komt zoiets leuks aan met parfum. Ik denk dat, zou dat volgende weekvlog al zijn misschien? Of de weekvlog daarna? In ieder geval als je me op TikTok volgt, zul je het ook lang voorbij zien komen. Maar ik ben zo helemaal gelukkig. Hier zat ik al... Naar te kijken om het, ik ga nog niks verklappen, om het zelf aan te schaffen. En nu benaderden ze mij dus of ik met hun wilde samenwerken. Of ik ambassadeur wilde worden. En ik ben helemaal gelukkig. Het heeft met parfum te maken in ieder geval. Dus heel exciting. Maar parfum. Oeh. Ja, welke gaan we meenemen? Er past wel nog een... Oké, ik denk dat ik deze meeneem.
Laatste tijd weer een hele grote favoriet. YSL Libre. En dit is een klein flesje. Ik heb hem ook in het groot. Maar nu gaat deze precies dicht. Dus dit is skincare. Dan hebben we Glam. Hier gaat dus altijd mijn gezichtsmake-up in eigenlijk. Ik heb wat nieuwe dingetjes. Omdat ik dus ook de She Glam spullen nu heb. Waar ik wel echt hele fijne producten tussen heb zitten. Dus ik ga jullie even omdraaien. En gaan we samen weer even kiezen. Ik heb sowieso hier mijn kwastenspul staan. De tasje gaat trouwens altijd gewoon mee. Standaard. Ik moet even wat dingetjes eruit halen. Maar over het algemeen gaat die altijd gewoon... Het is een klein tasje. Gaat makkelijk in mijn koffer. Oké, skincare hebben we dus. Dus we gaan eigenlijk beginnen met primer. Daar heb ik twee keuzes van tegenwoordig. Deze Elf of die daarachter de She Glam. Maar Elf is gewoon wat compacter om mee te nemen. Dus die gaat in ieder geval mee. Foundation. Hij is nu echt bijna op. Dus ik denk dat ik deze meeneem. Je ziet... De lijn eigenlijk wel zit. Oh, er zit nog best eigenlijk wat in, als ik het zo zie. Nice. Deze gaat in ieder geval mee. Light Wonder. Hij is helaas niet meer te verkrijgen. Hij is van Charlotte Tilbury. Dit was echt mijn all-time favorite foundation. Die paarse die daar staat, dat is de Tarte Juicy Glow. Dat is een beetje de dupe van deze. Ze lijken in ieder geval heel erg op elkaar, maar deze wil ik nu opmaken. Oké, concealer blijft eigenlijk hetzelfde. Maybelline. Contour. Ja, dat klinkt heel stom. Maar ik ben toch wel een beetje verliefd op die van She Glam. Dus deze ga ik meenemen. Ik heb ook nog een mini beetje, zie ik nou, van de Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Filter Setting Spray. Die ga ik ook meenemen. Dan ga ik even kijken naar blush. En voor de rest van mijn make-up, ja, schrik niet. Ik ben hier dus naar aan het zoeken om hier een oplossing voor te vinden. Want dit kan echt niet meer. Maar... moet ze nog een blush? Een bronzer. Denk ik dat ik NARS Laguna weer een keer meeneem. Heel erg fijn. Ik heb natuurlijk ook die van Charlotte Tilbury. Ik heb er nog wel meerdere. Maar deze heb ik al heel lang niet meer gebruikt. Dus deze gaat in ieder geval mee. Maar we kwamen eigenlijk voor blush. En ik denk dat ik Make-up by Mario mee ga nemen. Maar ik had dus gisteren... Happy van Ariana Grande. Of van Ariana Grande. Hoe kom ik hier nou bij? Rare Beauty Happy mee. En daar kreeg ik zoveel complimenten over. En deze is natuurlijk wel compacter dan deze, zeg maar. Dus ik ga toch voor Rare Beauty. En dan zou ik eigenlijk nog highlighter mee moeten nemen. Maar ik merk dat ik dat op de route niet zoveel draag. Dus deze gaat nog even bij Glam in het tasje. Dan ga ik even verder naar het eye tasje. Hier doe ik dus alles voor de ogen en voor de lippen in. Hier zitten standaard eigenlijk wimpers en een puntslijper in. Dus die kan even daar gaan staan. En dan gaan we even kijken. Mascara, heel simpel. Dat is echt mijn favoriete duo momenteel. Die van de Essence. Ik had laatst op TikTok een full face of make-up. Mijn favoriete make-up producten. Dit is echt een groot favoriet. Dus die gaat daar in ieder geval in. Even verder nadenken. Ik denk dat ik dit paletje van Charlotte Tilbury meeneem. Dit is het Pillow Talk Luxury Palette. Ik vind hem heel erg mooi. Dus die gaat mee. Dan heb ik hier nog wat lipsticks liggen. Dat moet ik dadelijk even uitzoeken. Wenkbrauwen. Even goed nadenken. Ik denk dat ik die van de Essence meeneem. Dit zijn die brow gels. Ook echt super fijn. En ik neem even een wenkbrauw potlood mee. En dan moet ik even kijken welke ik mee ga nemen. Oh, ik zie hier ook... Ook schaduwbasis, die gaat ook mee. Ik kom ook nou weer die Pillow Talk eyeliner tegen, die ga ik meenemen. En ik zag ergens mijn Lancôme. Oh ja, een zwarte eyeliner, die gaat ook mee. Oogpotlood. Ja, die gaat ook mee. Even nadenken, wat hebben we dan nog meer nodig? Ik zit er gewoon even te kijken tussen... Ja, het is echt ridiculous, I know. Maar het grappige is dus dat ik het allemaal best wel gebruik, zeg maar. Dus dat, dan zo praat ik het voor mezelf dan wel weer goed. Ik blijf dit ook geweldig leuk vinden. Even heel goed nadenken. Ik kan deze meenemen van Shein. Of van She Glam. Het was best een fijn wenkbrauwpotlood. En ik denk even dat ik mijn Lancôme eruit ga halen eyeliner. Dat ik deze meeneem. Deze heeft een fijner puntje. Oké. Die. En dan zag ik net nog mijn lip liner van MAC Soar. Die gaat ook nog even mee. En dan nog even een lipstick. Wat ik met vliegen vaak draag is rood. En daar heb ik een Dior lipstick van. Een Chanel lipstick en Charlotte Tilbury. Dan moet ik altijd even nadenken welke ik fijner vind.
Ik denk, Charlotte Tilbury blijft altijd wel het beste zitten. Dus deze neem ik voor aan boord mee. Ik neem Teddy 2.0 van MAC mee. En even goed nadenken. Ik denk eentje van Fenty. Deze neem ik mee. Wat is dit? De Fenty Gloss Bomb Cream. Die is ook best wel al heel veel gebruikt, zoals je ziet. Maar heel erg fijn. Ik weet dat heel veel van jullie misschien denken, Ariane, dit is echt ridiculous hoeveel jij meeneemt. Ik vind make-up gewoon heel erg leuk. En dat heb ik ook laatst al in een TikTok gezegd. Het is een hobby. Het is ook deels een stukje werk geworden vanwege TikTok. Dat ik heel veel... ik heb zo'n series dat ik zeg maar iedere keer een soort nieuw full face met een bepaald merk doe. En zo ontdek ik zelf ook dingen. Het is gewoon een hele grote hobby van mij. En een ander vindt een andere hobby weer leuker die misschien wel heel erg veel geld kost. Nou, dit is mijn hobby die echt veel geld kost. Inderdaad. Je kan het ridiculous vinden. Je kan het verspilling van product vinden. You do you boo. Ik vind dit gewoon heel erg leuk. En ik blijf dit ook gewoon leuk vinden. Dus ja, dit is gewoon mijn hobby. En ik vind het dan ook altijd gewoon leuk om heel veel nieuwe dingen te proberen. Dus. En om gewoon, ja, I don't know. Gewoon ook veel mee te nemen. Veel verschillende dingen mee te nemen. Want iedere keer iets anders doen is ook wel echt altijd heel erg leuk. Ik ben even aan het denken of ik niks vergeten ben. Oh, mijn poeder. Zie je, het is maar goed dat ik even nadenk. Maar goed, die kan hierin. Nou, deze toilettasjes gaan ook in mijn koffer. En dan ben ik eigenlijk helemaal ingepakt voor Beijing morgen. Ik moet natuurlijk alleen wel de laatste dingen erin doen. Ik ga daar even meal preppen, eten maken. Ga ik jullie laten zien wat ik meeneem. Miki moet er nog in, mijn knuffel. Mijn opladers, laptop, dat soort dingen. Ik hoop trouwens dat deze weekvlog wel op tijd online kan in verband met China. Internet. Ik denk trouwens dat dat niet gaat. Oeh, dat moet ik even uit gaan zoeken. Maar goed, dat is voor later. Ik ben eens nog even aan het wandelen en kijk even deze lucht. Ik weet dat het schijnt te zijn dat deze lucht helemaal niet gezond is. En dat het eigenlijk niet mag kunnen. But it's pretty. Ik ben trouwens nog even aan het wandelen, want ik wil met 10.000 stappen voor vandaag halen. Compenseren dat ik morgen niet kan sporten. Maar look how pretty. Ik ben weer thuis. Ik heb even mijn haren gesteld voor de komende dagen in Beijing. Ik vind het wel chill als mijn haar gewoon goed zit. En ik heb het vanochtend gewassen na de personal training. Dus top. En ik kreeg dus net van Myrthe te horen met wie ik zondag de fotoshoot had, dat de foto's klaar zijn. Dus ik zit heel angstig te wachten totdat zij ze doorstuurt. Ga even naar Instagram als je de foto's wil zien. Echt. Volgens mij zijn ze heel cute geworden. Een hele goede donderdagmorgen. Het is donderdag, wij zitten te ontbijten. En we gaan zo naar Beijing toe. Moeders is er ook. Moeders gaat ook mee naar Beijing. Moeders gaat ook mee naar Beijing. It's exciting. We zitten hartstikke vol. Are you excited? No. Yes! En over een paar uur moet je naar mij luisteren. Doet ze normaal nooit. Nee. Maar wij kunnen niet TikTok in China. Ik in Shanghai wel. Had je VPN? Ja. Welke VPN? Betternet. Maar ja, of dat in Peking werkt, dat is natuurlijk wel weer de vraag. Is toch hetzelfde? Ja, dus niet altijd. Maar goed, we gaan het dadelijk wel zien. Ja, maar ik wil wel TikTokken, want anders heb ik afkikverschijnselen. Ja. Hoe heet dat? Betternet? Betternet. Nou, we gaan 4 dagen naar China, maar het lijkt op een halve volksverhuizing. It's a lot. Zo, niet ziek dit. Door regen. Ja. Ik vind dat wel limousineservice verdienen. Hoor je dat? KLM? Ja. Ja, maar jongens, echt. Het regent, het is vies, het is... Gelukkig gaan we naar 20 graden. Ja, we gaan naar 20 graden. Dat is fijn. En nu zijn we droog. Nu hoeven we niet meer door de regen. Alleen nog zo even de trein stappen. En dan zijn we klaar. Want op Schiphol lopen we binnen door. Ja, dan ga ik niet buitenom lopen, nee. Nee. Op naar China. Beijing, here we come. Yeah. Eat your heart out. Yeah. Ik ga. Nou,
Nou, en zo ben je in Beijing, oftewel Peking. In ieder geval aan de hele andere kant van de wereld. We zijn aangekomen. Mega hotelkamer, super chill. Ik ga slapen. Het is hier nu, wat is het? 11:30 ochtends. We hebben om 6:00 met een hele crew afgesproken gezellig om te gaan eten. We gaan morgen ook zo'n beetje met z'n allen naar de muur toe. Super veel zin in, maar ik ga nu slapen. En dan zie ik jullie straks weer voor de vrijdag, zeg maar. Officieel is het al vrijdag, maar we gaan even doen alsof dit nog donderdag is. Dus tot straks. Ik wil eigenlijk zeggen, goedemorgen, het is vrijdagmorgen, maar het is 5:00 nu. Ik heb van 12:30 tot 5:00 geslapen, dus ik heb 4,5 uur lekker even kunnen slapen. Maar het meest ellendige vind ik aan dit vak, is dat je op dat soort momenten dus de wekker moet gaan zetten om niet zeg maar jetlag te krijgen. Dat is echt tip nummer 1 om uit die jetlag te blijven, is wel proberen meteen tijd aan te houden van de plaats waar je heen vliegt. Nou is het zo dat de meesten net naar bed zijn gegaan, omdat we hebben de hele nacht doorgevlogen. 5:00 'smiddags Nederlandse tijd tot 3:00, 4:00 'snachts Nederlandse tijd. Zonder slaap eigenlijk. En ja, we mogen dan wel in de crewrest slapen. Maar ik heb niet kunnen slapen helaas deze keer. Dus ik voelde me echt toen ik aankwam in het hotel, ik dacht, ja, ik was zo leeg. En dan zijn die 4 uur slaap wel echt heel erg nodig. Maar net om 5:00 ging dus de wekker. Omdat wij om 6:00 met z'n allen in de lobby hebben afgesproken om te gaan eten gezellig. Volgens mij gaat de hele crew mee. Dit is volgens mij een reis dat we alles met de hele crew gaan doen. Wat echt wel super gezellig is. Morgen is ook de Chinese muur. Ik heb dat geregeld met de tourguide van hier. Ik zag wel bij een vriendinnetje dat zij dat ook al had gedaan. Ik dacht, oh, superleuk. Dat wil ik ook doen. En gelukkig wilden heel veel mensen met de crew mee. Dus het is nu 4:15. Ik ben me even klaar aan het maken. En dan gaan we gezellig nog even eten met de crew. Dan ben ik ook meteen op zoek eigenlijk naar de Mok en de Magneet. Want we gaan een beetje het centrum van Beijing in. Dus ik moet even kijken of er ergens iets zit waar ik dat kan halen natuurlijk. Ik had ze ook al op de luchthaven zitten ze ook. Dus dat kan ik op de terugweg. Maar ik vind het leuker om in de stad zelf te doen. En dan kan ik het jullie ook goed laten zien. Maar goed, we gaan dus nu dadelijk eten met z'n allen. En dan is eigenlijk waarschijnlijk alweer het plan om naar bed te gaan. Omdat je dan morgen wel op tijd uit moet. Want we dus de hele dag aan de muur gaan. Dus ja, dat is eigenlijk het plan. Misschien dat ik na het avondeten maar echt goed vond om te gaan sporten. Maar dat laat ik een beetje over aan alles eigenlijk. Dus ja, ik moet me even aan gaan kleden. Ik heb even mijn skincare wel gedaan. Make-up, misschien ook even iets van mascara en mijn wenkbrauw bijteken. Ik heb niet zin in make-up of zo. Maar goed, even goed nadenken. Het is hier dus best wel lekker weer, 20 graden overdag. Maar wel bij de behoorlijke wind. Dus ik heb niet echt een winterjas mee. Maar ik heb mijn jasje mee. Dus ik ga gewoon even een lange broek aan doen. Trui erop. En dan dit, zeg maar. Voor de eerste keer in Beijing. Ik heb eigenlijk het uitzicht ook nog helemaal niet gezien. Gebouwen. Oké. Okay. Maar goed. Ja, exciting. Dus ja. Dan even. Ik heb mijn zebrabroek bij me. En die gym, zwarte gymzak trui, zeg maar. Oh jongens, wat kun je je ellendig voelen. Maar goed. Even doorbijten. Ja, dit vind ik echt typisch Chinees bruggetje. Mag ik dat zeggen? We gaan dus hier eten. Wat is dit? Ze zitten wel onder elkaar te smoezelen. Buiten zitten er rare dingen te eten. Wat ik ze net zeggen. Nou, ik ben weer lekker terug in het hotel. We hebben met zo'n beetje de hele crew weer gezellig gegeten. Jullie hebben wel wat beelden gezien. Maar ik doe eigenlijk altijd als er veel mensen van de crew meegaan. Of überhaupt mensen meegaan die niet mama en ik zijn. Dat ik gewoon met filmen niet zoveel film. Het zal morgen op de muur wel anders zijn natuurlijk. Maar voor het avondeten vind ik het niet netjes om de hele avond met mijn telefoon te zitten. Vandaar dat jullie ook niet zo heel veel hebben gezien. Maar goed, het is momenteel 9:40 s'avonds in Beijing. Ik ga lekker zo mijn lens uitdoen en ga ik wel lekker slapen. Want morgen gaan we echt de hele dag op stap. En daar heb ik enorm veel zin in.
We gaan dus naar de Chinese muur toe. Bijna de hele crew gaat mee. Dus dat is echt super gezellig. En dat zit dus in de weekvlog van volgende week weer. Ik weet niet hoe lang deze weekvlog is geweest, maar dat maakt niet uit. En ik had op Schiphol een nieuw boek gekocht. Nu of Nooit van Di Carter. Hij is een van de commando's. Hij is een oud commando. En hij is nou een van de instructeurs van Kamp van Koningsbrugge. En ik ben echt een beetje obsessief met dat programma. Heb ik dat gekeken. Ik vind het echt mega interessant. Vandaar dat ik zag dat zowel Ray Klaasens als Di een boek hadden geschreven. En ik liep op Schiphol bij de Bruna. En toen zag ik dat dit boek. En toen dacht ik, oh, dat ga ik meenemen. Want als wij zeg maar rust hebben aan boord. Dus we hebben natuurlijk altijd even de tijd om te slapen. En als de andere helft van de crew ligt te slapen, dan hebben wij wat wij noemen wacht. Dan zijn ook vaak de lichten in de cabine uit. Dus de passagiers slapen ook. En dan moet je soms, deze keer was het 2 uur en 2,5 uur volgens mij. Zit je zeg maar, af en toe maak je de toiletten schoon. Loop je even een rondje door de cabine. Maar wij mogen dan ook zeg maar even tijd nemen voor onszelf. Even iets lezen. Iets eten, dat soort dingen. En de regels eigenlijk, telefoon mag gewoon niet gebruikt worden. Maar een boek lezen mag wel. Dus ik dacht, nou ja, ideaal ga ik hem meenemen op reis. Dus ik vind het heel interessant. En die neem ik dus voortaan gewoon mee aan boord. Ik ben er al een heel eind in. Ik ben al op bladzijde 55. Die gaat volgende week ook mee naar Bonaire, dat ik lekker aan het strand kan lezen. Maar goed. Ik ga lekker slapen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze weekvlog. In de weekvlog van volgende week zit dus op dag 1 de reis naar de Chinese muur, waar ik heel exciting voor ben. En de rest van volgende week, even nadenken. Morgen Chinese muur, zondagochtend hebben wij weer calling, vliegen wij naar huis. Zijn wij zondagavond, landen wij volgens mij om 7 uur 's avonds. Dus die dag zal best wel kort zijn in de weekvlog. Maandag heb ik eigenlijk niet zo heel veel gepland. Ga ik sporten weer bij de nieuwe sportschool. Dinsdag ga ik naar de kapper. Wat zal het zijn worden? Dat is bij mij altijd een vraag. Ik weet het nog niet zo goed. Aan de ene kant wil ik eigenlijk heel graag weer licht. Aan de andere kant denk ik vind deze kleur ook wel chill. Dit is wat gezonder voor mijn haren dan het weer blonderen, zeg maar. En vooral omdat ik het flink wil laten groeien. Maar voor hetzelfde geld zit ik daar weer aan en denk ik, ja, knip het maar weer af. Dus dat is bij mij altijd een vraag. Dus ik kan er eigenlijk nog niks over zeggen wat voor haarkleur ik ga nemen. En de rest van de tijd, ik heb personal training nog volgende week. Ik ga met een vriendinnetje wat gezelligs doen. We zien mijn zusje volgende week, omdat dat vorige week, dus, of afgelopen week dus niet doorging. Dat is allemaal heel gezellig, dus ik ben heel benieuwd. Tot allemaal volgende week. Als je het tot dit punt in de weekvlog hebt gehaald, wat zullen we eens doen? Laat een draken-emoji achter. De emoji van een draak, die is er. Als je bij de dieren zit, is er een draak-emoji. Vanwege China. Volgens mij is het niet eens het jaar van de draak. Maakt ook niet uit. Comment een draak-emoji als je tot nu hebt gehaald. En ik zie jullie volgende week weer voor een hele exciting weekvlog. En ondertussen kun je natuurlijk op Instagram en TikTok nog meer updates zien. Dus ja, ik zie jullie volgende week. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei! Thank you.